Welkom. Welkom op dit webinar. Eigenlijk een primeur. De eerste keer dat we het doen vanuit onze Green Key studio. En het is echt een genoegen dat ik straks samen met Geert Langenus toelichting ga kunnen geven bij de voorjaarsramingen van de Nationale Bank. Als ik zeg samen met Geert Langenus, dan bedoel ik eigenlijk natuurlijk dat hij het gaat doen. Ik mag het inleiden en ik zal ook aan het einde nog even terugkomen om een aantal conclusies te formuleren en het stukje over overheidsfinanciën voor mijn rekening te nemen. Maar er komt hoe dan ook een Q&A in deze webinar. En bereid u nu alvast voor dat als u een vraag te stellen heeft, dat u niet mag vergeten om op de chat die vraag te formuleren. We organiseren straks wel de Q&A. U zult merken hoe dat in zijn werk gaat. Donc, je vous rappelle que, bien sûr, vous êtes bienvenue à cette présentation des projections de printemps. Bah oui, il est encore printemps, n'est-ce pas, même si on a des températures estivales. Et donc, n'oubliez surtout pas que vous avez l'opportunité de poser des questions pour le chat qui, après, on suppose, une petite heure d'exposé de Geert Langenus et de moi-même, sera l'occasion pour vous de poser des questions. Donc, dans le chat, vous avez l'occasion de faire ça. Je peux peut-être commencer ce petit exposé en vous disant qu'en ce qui concerne les estimations antérieures d'il y a 6 mois, on constate qu'ils ont été assez juste, correct. Eigenlijk waren onze ramingen vrij accuraat. De economie is natuurlijk nog veranderd en er zijn een aantal effecten geweest die soms in tegengestelde richting speelden. Maar alles tezamen is de economie geëvolueerd zoals wij verwachten. Maar dat betekent niet dat er niets is gebeurd. Laten we eens kijken eerst en vooral naar het stuk dat te maken heeft met de omgeving waarbinnen de Belgische economie functioneert. De internationale omgeving en de assumpties die, ik kan het niet voldoende insisteren, gemeenschappelijk zijn aan het geheel van de eurozone-landen. Want alle, niet alleen de ECB die gisteren zijn ramingen heeft bekendgemaakt, ook alle andere landen die deel uitmaken van het eurosysteem hebben vandaag of morgen de tijd om hun presentaties te doen. Donc on va prendre une vue sur l'environnement international et le grand constat c'est quand même que nous avons connu dans la zone euro une économie qui a été assez résiliente malgré les phénomènes que vous connaissez, les tensions géopolitiques, un certain nombre de turbulences, notamment sur le marché financier, et aussi un environnement d'inflation assez élevé et qui se présente comme quand même assez têtu. Alors qu'est-ce que depuis 6 mois nous avons constaté comme éléments qui ont été le plus marqués? Bien sûr, premièrement, les chaînes d'approvisionnement se sont plus ou moins normalisées. Il y a bien sûr des exceptions, mais globalement, on constate quand même que là, la situation s'est bel et bien améliorée. Il y a bien sûr ce constat que les prix de gaz et les prix des autres inputs ont été quand même, ils ont chuté plus que ce qu'on avait prévu. Je suis d'accord, ces derniers temps, depuis le cut-off date des statistiques, il y a eu une légère augmentation. On est aujourd'hui pour le prix des gaz à peu près à 50 euros, ce qui est déjà le double du minimum qu'on a connu dernièrement, 25 euros à peu près. Mais tout cela est quand même fondamentalement plus bas que les 300 euros qu'on a connus lors du pic. Et donc, c'est quand même un élément caractéristique de la nouvelle, des nouveaux circonstances, c'est de constater que les prix d'énergie ont quand même fondamentalement et spectaculairement, je dirais, baissé. Troisièmement, l'euro est devenu plus cher et donc, ça a un impact sur beaucoup de phénomènes, mais donc on est confronté à un euro plus apprécié. Et bien sûr, tout le monde en parle, les taux d'intérêt se trouvent à des niveaux bien plus élevés que dans le passé et dans le climat du low interest rates qu'on a connu très longtemps. Alors, que disent en termes de circonstances globales, mondiales, que disent les PMI? Donc les PMI, je vous rappelle, c'est l'indicateur, ce sont les index des purchasing managers. Hein. Les purchasing managers qui souvent sont quand même assez capables de donner un indicateur leading, donc capables de prévoir ce qui va se passer. What zeggen nu die PMI's?
En eigenlijk moet je kijken naar de grafiek en bedenken dat als je boven de 50 zit, dan zit je eigenlijk wel ongeveer goed. Dan spreek je van een groei. Normaal gesproken is een score van rond de 50, stemt dat overeen met iets van een nulgroei. En als je eronder komt, zoals je dat ziet in recent, ik kan het zelfs tonen hier, in het ogenblik van de COVID-crisis, ja, dan zit je met andere woorden in een negatieve situatie. Ik hoop dat u het op de slide kunt zien, maar er is toch een onderscheid te maken tussen de grijze lijn en de rode lijn. De grijze lijn is deze van de diensten. En die zijn eigenlijk in blakende gezondheid, zou je zeggen. Die zitten behoorlijk boven de 50. Terwijl de industrie het een beetje lastiger heeft, die zit om en nabij de 50, dus toch nog altijd op een niveau dat zowat overeenstemt met de nulgroei. Als je kijkt naar de rechtse kant, dan zie je de situatie op het niveau van wat betekent dat voor de handel. En daar stel je toch wel vast dat voor wat de orderboekjes die die purchasing managers registreren, en je moet het blauwe nemen om te weten wat de eurozone voor prestaties heeft, dat daar toch wij geconfronteerd worden met handelsstromen die wat aan het krimpen zijn. Dus de lijn, zeker de blauwe lijn voor de eurozone, die komt onder de 50 uit. Wij denken eigenlijk bij de bank dat dat eerder te maken heeft met compositie-effecten, namelijk de vaststelling dat als de industrie het wat minder goed doet, dat je moet bedenken dat het aandeel van industrie in de internationale handelstromen nu eenmaal een beetje belangrijker is dan wat langs de kant van de diensten gebeurt. Diensten zijn heel vaak domestic, blijven heel vaak binnenlands. En dus zo vreemd is dat niet. Je krijgt een compositie-effect dat wanneer de industrie het wat minder goed doet, dat je waarschijnlijk ook wat een dempend effect op die internationale handelsstromen hebt. En anderzijds is er ongetwijfeld ook een stukje effect van de afname van de investeringsgoederen, die typisch ook heel vaak exporteerbare goederen betreffen. Dus we denken niet dat de rechterslide u meteen moet doen denken, daar is de deglobalisering, daar zijn de handelsbelemmeringen. We denken dat het eerder met deze meer technische elementen te maken heeft. Nu goed, een voorlopig laatste slide voor mij. En ik herinner u eraan, wat ik vertel heeft alleen maar te maken met de situatie in de eurozone. Straks gaat u van Geert veel meer detail horen over wat de Belgische situatie is. En wat stellen we vast als je kijkt naar de linkertabel en je bent op zoek naar wat er precies met de groei is gebeurd? Dan zie je daar de sporen van een kleine technische recessie in de winter van vorig jaar. Dus te zeggen het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023. Kleine technische recessie. En wij zeggen eigenlijk altijd graag, hadden we Ierland niet meegeteld, dan waren we helemaal niet in recessie geweest. Dus het is zeker niet een grote crisis of een situatie van groot verlies van groeikracht geweest. En we stellen eigenlijk vast dat in de komende kwartalen, na het eerste kwartaal van 2023, we terug aansluiten bij groei. We zouden in 2023 uitkomen op ongeveer 0,9%, om dan in termen van groei in 2024 en 2025 om en nabij het 1,5% te zitten. Waar is dat aan te danken? Ja, om te beginnen die betere internationale context. We hebben het al gezegd, de aanvoerlijnen geraken gecorrigeerd. We zitten met een situatie waarin dat er meer en meer buitenlandse vraag terug kan aansterken. En we zitten toch nog altijd met die energieprijzen die niet meer op dat vervelende hoge niveau zitten. Ook de binnenlandse vraag die gaat geleidelijk aantrekken naarmate de koopkracht toeneemt. U moet misschien, zeker straks in vergelijking met wat Geert gaat vertellen, even uw aandacht vestigen op de 0,2% gezinsconsumptie, die dus voor wat de eurozone betreft toch eigenlijk nog relatief mager is voor wat 23 betreft. En u zult merken dat dat voor België toch nog wat nuance vergt. Het heeft natuurlijk alles te maken met koopkracht en het verschil in koopkracht tussen enerzijds België en de rest van de eurozone. De interestvoeten hebben er natuurlijk voor gezorgd dat zowel de bedrijfsinvesteringen en misschien vooral ook de investeringen in woningen wat afgeremd zijn. Als er hogere rentes zijn, ja, dan is de lust om te gaan investeren gewoon een tikje lager. Maar de investeringen blijven toch nog altijd positief evolueren. Het is een afremming, maar zonder dat we kunnen spreken van een negatieve ontwikkeling.
Ten slotte op deze slide, heel belangrijk, tenminste in die eerste linkse tabel, de vaststelling dat de arbeidsmarkt het nog altijd extreem goed blijft doen. Bijvoorbeeld in de eurozone is er in het eerste kwartaal van 2023 bijna 1 miljoen banen bijgekomen. En dat is, blijft een beetje een verrassende situatie. Werkloosheidsgraad is historisch laag. We zitten met ongeveer 6,5% in 2023. Dat zou zelfs nog evolueren naar een paar tienden van percenten minder in 2025. En dus je voelt wel aan dat die ganse Europese economie op zeker ogenblik ook riskeert aan te botsen tegen contraintes door de arbeidsmarkt. Want als je weinig werklozen hebt, wordt het alsmaar lastiger om mensen aan de slag te halen die nog niet aan de slag zijn. En komt er een ogenblik waarop bedrijven gewoon arbeidskracht tekort komen. De rechtse grafiek in deze slide, ik weet het is een slide met veel uitleg, de rechtse grafiek geeft u een beeld op de inflatie, iets wat ons enorm heeft beziggehouden en nog altijd bezighoudt. Donkerblauw, als u kijkt naar het donkerblauwe, dan heeft u de zogenaamde headline-inflatie, dus de totale inflatie. Als u kijkt naar het lichterblauwe deeltje, dat is de core inflation. Dat is, laten we zeggen, datgene wat de inflatie betreft zonder de energieprijzen, zonder het voedsel. Als een boutade kun je zeggen dat is de inflatie voor mensen die niet eten, die zich niet veel verplaatsen met de auto en die zich niet verwarmen. Je zou kunnen je afvragen waarom wil ik dat weten, maar de core inflation heeft natuurlijk de hebbelijkheid om soms wat koppiger te zijn dan de totale inflatie. En om de inflatie te temmen is het erg belangrijk om die core inflatie in de gaten te houden. Wat stellen we nu vast? Dat de totale inflatie eigenlijk daalt van de double digit die we gekend hebben naar 6,1% in mei. Zou in 2025 naar gemiddeld over het jaar naar 2,2% gaan. Dus eigenlijk terug in de buurt van datgene wat vanuit de ECB als wenselijk wordt beschouwd. Dit gezegd zijnde, en Pierre Wunsch is een van diegenen die daar voortdurend voor waarschuwt, van 10 naar 6 gaan is misschien makkelijker dan van 6 naar 2, omdat die koppigheid van de core-inflatie, van dus de kerninflatie, ons toch wel wat bekommert. De laatste maanden zien we trouwens dat als je dat maand op maand bekijkt, dat je met een 0,4% per maand vaststelt dat daar eigenlijk nog niet zo superveel beweging à la baisse in zit. En er is natuurlijk een pad in de richting van een inflatie van rond de 2% in 2025, maar het is een pad dat toch wel veronderstelt dat er een paar voorwaarden vervuld worden. Het is dus een smal pad. Het veronderstelt onder andere dat werknemers in de eurozone bereid gaan zijn om reële lonen, niet nominale, maar reële lonen te aanvaarden in 2025, die eigenlijk amper afwijken van de lonen van 2019. Het veronderstelt ook dat de bedrijfsmarges dat die wat verder inkrimpen. En het veronderstelt vooral dat er geen nieuwe schokken komen. En dus we blijven alert. Gisteren is er nog een beslissing geweest van de Europese Centrale Bank om de richtinggevende rentes opnieuw met 25 basispunten te verhogen. En het is duidelijk, dat is nog niet het einde van het verhaal. Maar goed, dat is een Europees verhaal. Het is hoog tijd dat we overgaan naar Geert Langenus en dat we gaan luisteren naar wat dit alles betekent vanuit een Belgisch perspectief. Goedemiddag allemaal. Welkom ook van mijn kant uiteraard bij dit webinar. Bedankt om op ons af te stemmen. Men vraagt mij om nog eens te herinneren aan de mogelijkheid om vragen te stellen via de chatfunctie. Dus hou u in elk geval niet in. Donc bonjour à tous et à toutes. Il y a moyen de poser des questions via la fonction chat. Mais on va donc commencer avec les projections pour la Belgique. Et on va commencer comme d'habitude avec l'activité et l'emploi, le côté réel. Je pense qu'en résumé, on peut dire que les messages ou les nouvelles sont plutôt bonnes, tout va bien pour l'instant. À moyen terme ou à long terme, on prévoit quand même une légère décélération, faire quelque chose qui est plus en ligne avec notre croissance potentielle. Donc, si je commence avec le court terme, et vous voyez là les statistiques trimestrielles que vous connaissez peut-être déjà,
Donc là, il me semble qu'il y a six mois, je vous ai dit qu'on ne prévoit pas de grande crise, pas de grande récession très forte. Et avec un peu de chance, on éviterait même une croissance négative tout court. Et il paraît, comme vous voyez dans le graphique, si vous voyez le cercle rouge là, les points rouges, qu'on a eu cette peu de chance. Donc, à la fin de 2022, la croissance a été proche de zéro, mais donc pas négative. Début mars, dans notre Business Cycle Monitor, on a déjà annoncé que l'économie était en train de rebondir. Et là aussi, je pense qu'on a eu raison, parce que l'économie a même été au-delà des attentes. Et donc, on a maintenant, selon la dernière statistique, une croissance de 0,5%, ce qui est quand même important. C'est largement au-dessus de notre croissance potentielle. Et c'est aussi plus important que la croissance qui est obtenue par nos pays, dans nos pays voisins. Alors à droite, vous pouvez voir les indications ou les indicateurs plutôt à court terme, dans les indicateurs des enquêtes, la confiance des ménages, la confiance des entreprises. Donc vous voyez un rebond très important, je dirais même spectaculaire, depuis l'automne de 2022, qui semble maintenant, si on regarde les chiffres de mai 2023, plafonner un tout petit peu. Si on ajoute les informations qu'on a recueillies dans notre Business Echo de début juin, je pense qu'on peut dire que tout semble indiquer une croissance qui resterait plutôt stable à court terme, au moins. Et alors, passons à l'image avec la croissance jusqu'à 2025. Donc, nos projections actuellement vont jusqu'à 2025. Et je m'excuse, j'avoue qu'il y a beaucoup d'informations sur ce slide, mais on voulait vous donner un aperçu général au début. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Peut-être deux choses. Donc, d'abord, la ligne qui mesure la croissance trimestrielle de l'économie belge. Donc, vous voyez la décélération, donc je ne peux pas l'appeler une crise, mais la décélération vers la fin de 2022 et le rebond qu'on a eu déjà à partir du premier trimestre 2023. Donc on pense qu'à court terme, donc c'est-à-dire le trimestre actuel et le trimestre suivant, Q2 et Q3, on garderait plus ou moins le même rythme. Les gens qui ont lu ou vu notre Business Cycle Monitor se souviendront qu'on compte sur une croissance de 0,4 pour ce trimestre-ci, légèrement, marginalement plus bas que 0,5 en Q1, mais plus ou moins le même rythme. Mais quand on voit plus loin, on voit quand même une décélération dans les croissances trimestrielles, plutôt vers 0,3, qui est plus en ligne avec notre croissance potentielle, je dirais. Qu'est-ce que ça donne pour les chiffres annuels? On n'a pas fait pour, mais on a une belle série. Donc, on a 1,4 cette année-ci, 1,3 en 2024 et 1,2. Donc, on décélère un petit peu en 2025. Alors, la deuxième information dans le slide, et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais ça, si on regarde les flux colorés, on a une première indication de ce qui soutient vraiment la croissance. Et à court terme, c'est très clair. C'est clairement la consommation des ménages. Donc, les blocs, j'espère que je vois bien les couleurs sur le slide, les blocs bleu foncé. Donc, tout ça est évidemment lié à la consommation des ménages, mais donc lié à l'augmentation des revenus que vous allez voir tout à l'heure. La deuxième contribution vient des dépenses publiques et en fait surtout des investissements publics. C'est en bleu foncé, bleu clair, pardon. Là, on a mis les dépenses publiques, la consommation publique et les investissements publics ensemble. Mais l'augmentation que vous voyez, c'est surtout la contribution clairement positive que vous voyez, c'est surtout où ça vient surtout des investissements publics. Pourquoi? Ben, il y a les différents plans de relance différents gouvernements, évidemment, mais il y a aussi le cycle électoral. Si vous suivez un peu les finances publiques en Belgique, vous savez que c'est un peu cyclique et le pic des investissements publics coïncide toujours un peu avec les élections locales. Donc, dans l'approche des élections de 2024, on voit clairement une augmentation de nouveau des investissements publics. Les investissements privés, donc le rouge dans le slide,
contribue un petit peu plus tard, donc ça prend un peu plus de temps, mais on va vous expliquer pourquoi. Mais là, c'est surtout les investissements des entreprises, notamment digitalisation, automatisation et aussi pour réduire la consommation d'énergie. Et finalement, je dois vous signaler aussi que si on regarde le jaune en bas du slide, donc ça, c'est la contribution de la demande extérieure, les exportations moins les importations. Là, vous voyez, l'image est très claire, vous voyez une contribution légèrement négative, en fait, durant toute la période de production, projection. Pardon. On va maintenant en détail, we gaan nu iets in meer detail in op de verschillende componenten. En uiteraard begin ik met de particuliere consumptie of de gezinsconsumptie. Sta mij toe om misschien te herinneren aan het feit, je hebt het gezien op een van de vorige slides, dat het consumentenvertrouwen op een bijna historisch laag peil stond in oktober en september 2022. Ik denk, onder controle van Steven, dat dat het laagste peil was sinds 1983. U zal mij vergeven dat ik in 1983 de zaken van iets minder nabij heb opgevolgd dan nu. Maar dat is dus een bijzonder zwak consumentenvertrouwen. Nu, kijk eens op de slide welke consumptiegroei daar eigenlijk tegenover stond. Als u ziet daar de eerste kwartalen op het eerste kwartaal van vorig jaar na, ziet u dat die consumptiegroei bijzonder veerkrachtig was. Eigenlijk in heel het jaar 2022. En we denken dat dat nog een tijdje zal aanhouden, dat we slechts heel geleidelijk naar een meer gemiddelde consumptiegroei gaan gaan. Wat is de verklaring daarvoor? Eén woord eigenlijk, de sterke koopkrachtstijging die we verwachten voor 2023. Ik ga misschien niet al te veel op de details ingaan van het rechterdeel van de slide, maar het volstaat misschien om te kijken naar de rode blokjes. Dat toont de reële lonen, dus dat zijn de nominale lonen, de lonen die men ontvangt, gecorrigeerd voor de inflatie. En u ziet dat dat blokje negatief was in 2022, wat dus eigenlijk betekent dat de lonen moeilijk gelijke tred konden houden met de inflatie. En dat heeft alles te maken met het feit dat de werking van de indexeringsmechanismen komt met een bepaalde vertraging. Dat vraagt wat tijd. De andere kant, de positieve kant van de medaille, is dan natuurlijk dat in 2023 je plots een heel sterke loonstijging krijgt, hè, voor heel wat sectoren, bijvoorbeeld op 1 januari 2023, terwijl de inflatie eigenlijk al aan het afnemen is. Dus dat betekent dat je een grote reële boost van de koopkracht krijgt via dit kanaal. Er zijn nog wat andere aspecten, maar ik beperk mij misschien nog tot één bijkomend element. En dat is de indexering van de belastingschalen. En de mensen die zich nog herinneren in welke mate hun loon is gestegen in januari, een deel daarvan had ook te maken met het feit dat de bedrijfsvoorheffing sterk was gedaald, omdat de belastingschalen van de personenbelasting worden geïndexeerd op basis van de inflatie van het vorige jaar. Dus als er vorig jaar een inflatie van bijna 10 of van meer dan 10% is geweest, dan betekent dat dus dat je eigenlijk een grote belastingverlaging krijgt via de bedrijfsvoorheffing dit jaar. Dus alles samen, er zijn nog wat andere elementen, maar die heel sterk stijgende koopkracht doet ons erop vertrouwen dat de gezinsconsumptie nog wel een tijdje heel krachtig zal blijven. Dan kom ik misschien nog één woordje over de spaarquote, als ik even naar de spaarquote ga. Daar valt eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen, in die zin dat het ongeveer hetzelfde is als wat we in de vorige ramingen hebben getoond. Wat uiteraard goed is, want dat betekent dat de vorige ramingen redelijk accuraat waren. Dus je ziet daar die heel grote bult in 2020 en in mindere mate in 2021. Dat is wat men het coronasparen is gaan noemen. De inkomens bleven veel beter op peil dan de consumptie of dan de consumptiemogelijkheden. Gewoon omdat er lockdowns waren, omdat de winkels dicht waren, omdat het minder aantrekkelijk was om te reizen of minder mogelijk was om te reizen en dat soort zaken. Dat is geleidelijk aan uit de cijfers gegaan. U ziet dat we in 2022 op een meer normaal niveau van ongeveer 12% terechtkomen. Dus dat betekent ongeveer 12 euro sparen op 100 euro inkomen. Dat zijn uiteraard gemiddelden. U ziet dat we niet onder dat gemiddelde zakken. Dus dat betekent dat die grote coronasparen niet gerecycleerd wordt in een later jaar om daar wat consumptie te gaan financieren. We vallen terug tot het normale niveau. We vallen niet terug onder het normale niveau. Wat
we in der tijd, denk ik, dan correct voorspeld hadden. De mensen met goede ogen zien wel dat de spaarquote toch licht toeneemt in de projectieperiode. Dus vanaf 23 zitten we eerder op 13% dan op 12%. Daar zijn twee redenen voor: een korte termijn overweging en een wat langere termijn overweging. Op korte termijn is het wat economen dan consumption smoothing noemen, wat speelt. Dat is een beetje jargon om iets heel eenvoudigs uit te leggen. Namelijk, u hebt de volatiliteit in de inkomensstromen gezien in de vorige slide. Mensen gaan dat een beetje proberen compenseren door hun spaargedrag aan te passen. In tijden wanneer het reële inkomen wat daalt, zoals in 2022, wanneer de koopkracht wat onder druk staat, gaat men iets minder sparen. In tijden wanneer er een boost komt voor het reële inkomen, gaat men misschien iets meer sparen om de consumptie wat stabieler te houden. Dus dat fenomeen ziet u tussen 22 en 23. Dan blijft de spaarquote wel iets hoger, marginaal dan toch, in 24 en 25. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de vergoeding voor sparen, de rente die men krijgt op spaarboekjes, maar ook op andere producten, natuurlijk al een beetje is gestegen en nog verder gaat stijgen in onze projecties. Dus sparen wordt aantrekkelijker. Men gaat dan waarschijnlijk ook in bepaalde mate meer sparen. Alors, je passe aux investissements privés. Là, les messages sont un peu moins, je dirais, positifs, en quelque sorte. Mais il faut distinguer les investissements des entreprises, que vous voyez à gauche, et les investissements des ménages en logement, que vous voyez à droite. Donc, pour les entreprises, on a toujours dit qu'il y aura une décélération dans le courant de 2023, mais on verra un rebond relativement rapidement. En fait, le premier chiffre qu'on a, donc pour le premier trimestre de 2023, a été même une surprise positive, dans le sens où ça semble être une croissance relativement importante, mais il paraît qu'il y a certains facteurs, je dirais un peu exceptionnels ou spécifiques, qui ont poussé cette croissance à la hausse, qui sont liés à des achats de biens d'investissement à l'étranger. Mais même si on corrige pour cela, la croissance des investissements reste positive et on pense que la décélération sera de vraiment très courte durée. Décélération, pourquoi? Parce que les coûts augmentent ou ont augmenté, parce qu'il y a plus d'incertitudes et en quelque sorte aussi, mais peut-être un peu moins pour les entreprises, parce que les taux d'intérêt ont très fortement augmenté. Et donc, relativement vite, on verra de nouveau des taux de croissance trimestriels, vous le voyez dans le graphique, qui seront plus en ligne avec des moyennes historiques. Et on nous dit, via nos contacts avec notre réseau des entreprises, en fait, on apprend que certains projets d'investissement actuellement même continue à aller très bien, notamment des investissements pour économiser, pour réduire la consommation d'énergie, pour automatiser ou digitaliser les processus de production. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve plus des gens en fait pour augmenter encore la production. J'y reviens tout à l'heure. Alors, pour les ménages, donc en ce qui concerne les indicateurs au niveau des investissements de logement, vous n'êtes pas sans savoir, je suppose que le marché de l'investissement, surtout résidentiel, ne va pas extrêmement bien ces derniers temps. N'importe quel indicateur on regarde, que ce soit l'évolution, par exemple, des crédits hypothécaires, que ce soit les permis de bâtir, que ce soit autre chose, en fait, tout est en train de diminuer et diminuer parfois de manière très considérable. Donc, évidemment, ça se reflète dans une faiblesse qui, selon nous, va durer relativement longtemps dans le marché immobilier, dans les investissements en logement. Ce n'est qu'à la fin que, en fait, ou dans la deuxième période de projection, ou la deuxième moitié de la période de projection plutôt, qu'on revient vers des taux de croissance plus positifs. Mais donc, on a maintenant une baisse considérable des investissements en logement. Et je me permets, on s'est permis d'ajouter une petite note que vous voyez en bas là, dans le bloc vert,
qui est une réflexion plutôt sur le long terme. Donc là, les différentes régions en Belgique, donc notamment la Flandre et la Wallonie, à Bruxelles, c'est encore un peu moins clair, mais en tout cas, il y a des engagements européens aussi, en fait, pour augmenter la performance énergétique des maisons, des appartements, des bâtiments résidentiels jusqu'au niveau A en 2050. Pardon. Des calculs au niveau de ce que ça peut demander pour les investissements sont évidemment très volatiles et très incertains, mais on arrive très vite à des chiffres gigantesques. Donc, si on suppose que pour mettre en ordre une maison ou un appartement, on est dans les 60 000, 70 000, peut-être un peu moins pour un appartement, et vous savez qu'il y a plus que 5 millions de maisons et d'appartements en Belgique, le calcul est relativement vite fait, on arrive très vite à des sommes qui frôlent les 350 milliards jusqu'à 2050. En soi, ça ne veut rien dire, parce qu'on parle d'une période très longue, mais peut-être je peux vous l'expliquer comme cela. Cela voudrait dire qu'en fait, à partir de maintenant, donc hic et nunc, on doit augmenter déjà les investissements en logement de plus ou moins 40% chaque année maintenant, une augmentation de 40% qui est permanente. Donc là, on ne voit pas d'augmentation du tout, on voit une baisse. Donc tout cela pour vous dire que le défi au niveau de la transition énergétique pour le secteur résidentiel est là et demande sans doute un peu de réflexion. Alors, on passe à la dernière composante que je veux mentionner explicitement, et ce sont les exportations nettes. Donc, de nouveau, c'est la croissance des exportations corrigée par la croissance ou pour la croissance des importations. De nouveau, l'histoire n'est pas nouvelle. Je crains, donc là, vous avez déjà vu que la croissance ou la contribution à la croissance des exportations nettes sera négative, légèrement négative pour toute la période. Et ça, c'est à cause du fait que la demande extérieure, bon, il y a un rebond quand même, comme Steven vous l'expliquait. La faiblesse actuelle va sans doute pas durer, ne va sans doute pas durer pendant toute la période, mais en même temps, les hypothèses de l'eurosystème sont telles qu'on ne prévoit pas des croissances spectaculaires non plus des marchés à l'exportation. Un élément additionnel pour la Belgique, c'est qu'on perd des parts de marché, on les perd, et vous le voyez à droite d'ailleurs, on les perd parce que notre compétitivité coût ou la compétitivité coût des entreprises exportatrices est en train de se dégrader très fortement en 2022 et 2023. Peut-être une petite compensation en 2024 et 2025. Je vous le montrerai tout à l'heure, mais vous voyez que ça veut dire dans nos projections qu'on perd des parts de marché. Donc le gap entre la croissance des marchés et la croissance des exportations est extrêmement, clairement plus élevé en 2024 et un petit peu moins élevé en 2025. Donc tout cela me fait penser, je l'ai déjà dit à d'autres endroits, tout cela me fait penser à un vol de Austrian Airlines que j'ai pris dans le temps. Je pense que l'économie belge est en train de voler sur un moteur seulement. Et c'est faisable, je suis toujours ici, donc on peut survivre le fait qu'un deuxième moteur ne marche pas. Mais c'est peut-être pas très confortable, surtout pas à long terme. Et ça explique aussi un petit peu pourquoi la croissance à long terme diminue. Ik ga dan over naar de arbeidsmarkt en daar kan ik heel snel gaan, want opnieuw heb ik daar niet zo heel veel te vertellen. Dus zoals ik jullie 6 maanden geleden heb gezegd, hadden we een verzwakking van de jobcreatie voorzien na die spectaculaire 100.000 extra banen in 2022. En u ziet dat we ook daar dicht tegen nul zijn gekomen in 2022, het laatste kwartaal, maar we zijn boven de nul gebleven. En zoals we verwacht hadden, in het eerste kwartaal van dit jaar, is er eigenlijk alweer een heropleving geweest van de jobcreatie. We verwachten dat die heropleving misschien een heel klein beetje zal vertragen. U ziet dat de balkjes wat kleiner worden.
en naar het einde van de periode toe. Maar dat dat nog altijd een vrij gezonde jobcreatie zal blijven. Als je daar cijfers wil op plakken, zou ik zeggen ongeveer 43.000 extra banen per jaar gemiddeld over de projectieperiode. Is dat veel, is dat weinig? Het is uiteraard minder dan de spectaculaire 100.000 extra banen van vorig jaar. Maar het is wel voldoende, en dat zit u aan de rechterkant, om de werkloosheidsgraad in België op naar Belgische normen ultra lage niveaus te houden van tussen de 5 en de 6%. En dat brengt mij eigenlijk een beetje bij wat ik toch een belangrijk punt vind in deze ramingen, namelijk waarom gaan wij, net als heel veel andere instellingen, ervan uit dat de groei op lange termijn eerder zal afkalven dan opveren. U hebt gezien, Steven heeft de ramingen van het eurosysteem voor het eurogebied getoond. Daar ziet u eerder het omgekeerde. We beginnen vrij laag en dat wordt 1,5, 1,6 in 2024 en 2025. Hier ziet u een beetje het tegendeel en we beginnen op 1,4 en we gaan naar eerder 1,2. En opnieuw, dat is in lijn met wat andere instellingen verwachten. Ik denk aan de Europese Commissie, ik denk aan het IMF. Ook het Planbureau gisteren heeft erop gewezen dat de groei een beetje van haar pluimen verliest naarmate men wat verder in de tijd kijkt. Dat heeft alles te maken met inderdaad die arbeidsschaarste en die aanbodbeperkingen, als u het wat ruimer wil zien. Ik ga u absoluut niet lastig vallen met theoretische bespiegelingen over potentiële groei en waar is de output gap enzovoort. En dat is een beetje zoals de Yeti. Iedereen spreekt daarover, maar niemand heeft die ooit eigenlijk in werkelijkheid gezien. Dus we dachten dat het nuttiger was om het verhaal te vertellen aan de hand van drie grafieken. En we beginnen met de demografie. Hoeveel mensen op arbeidsleeftijd komen erbij in de projectieperiode? En het antwoord daar is jammer genoeg heel weinig, tot zelfs nul op het einde van de projectieperiode. U ziet dat op de linker grafiek. Daar nemen we gewoon de huidige demografische vooruitzichten zoals die momenteel voorliggen over. En u ziet dat naarmate we tegen 2024 en vooral 2025 komen, dat er eigenlijk geen arbeidspotentieel meer bijkomt als je dat definieert tot 65 jaar, zoals nu het geval is. Hoe kan je er dan voor zorgen dat de groei toch nog, of dat er toch nog groei is? Wel, je kan in essentie twee kanalen bekijken. Je kan natuurlijk meer mensen uit die stabiliserende of later beperkende groep aan het werk proberen krijgen. Dat doe je door de participatiegraad of de tewerkstellingsgraad te verhogen. Dat ziet u op de middenste grafiek waar we de participatiegraad hebben gezet. En we tonen heel transparant wat we doen in deze projecties voor dat ene kanaal, maar ook voor het andere kanaal. Dus u ziet dat we daar de stijging, de trendmatige stijging die er een beetje in zit, gewoon verlengen. Dat heeft te maken met cohorteffecten. De mensen die nu bijvoorbeeld 50 jaar zijn, vooral dan de vrouwelijke bevolking, die nu 50 jaar is, die werkt meer dan de mensen die 10 jaar geleden of 20 jaar geleden enzovoort 50 jaar waren. Dus dat zijn de natuurlijke cohorteffecten die in de ramingen zitten. Het tweede kanaal is om die mensen meer productief of productiever in te zetten op de arbeidsmarkt. En dan spreken we over wat, als we in de potential output sfeer zitten, de total factor productivity of de algemene productiviteit van de economie. We hebben het daar wat ingedeeld in arbeidsinput, in de derde grafiek, arbeidsinput en dan arbeidsproductiviteit, telkens gemeten per uur. En u ziet daar eigenlijk dat we het qua productiviteit in de afgelopen jaren allerminst schitterend hebben gedaan. In die zin dat de productiviteit in absolute niveaus nog altijd hoog was in België in vergelijking met andere landen, maar dat die eigenlijk eerder is gedaald dan gestegen. Dus misschien is dat een beetje de wet van de remmende vooruitgang. Maar dat heeft ook veel te maken met de bijzonder goede arbeidsperformantie of de bijzonder goede toename van het aantal jobs in de laatste jaren. Dus we hebben er heel bewust ook voor gekozen, onder andere met maatregelen en zo, om ook jobs met lagere productiviteit te laten doorgaan, wat dus betekent dat de algemene productiviteit het wat moeilijker had. Nu, wat belangrijk is in die slide, is om te zien dat
we eigenlijk veronderstellen dat die negatieve productiviteit zal evolueren naar iets dat meer in lijn ligt met het langjarig gemiddelde, namelijk een productiviteitsgroei van ongeveer 0,5, positieve productiviteitsgroei van 0,5, 0,6. Dus ik vond het nuttig om jullie heel expliciet te tonen wat onze hypothesen waren voor de participatiegraad en voor de productiviteitsgroei. Waarom? Om te beseffen dat we dat eigenlijk al nodig hebben om zelfs maar de potentiële groei van ongeveer 1,3 procentpunt te halen in de volgende jaren. Dus met andere woorden, mijn boodschap een beetje cruer gezegd, wil men meer groei behalen in 2024, 2025 of daarna, dan moet men eigenlijk komen tot een grotere participatiegraad of tot een sterkere opleving van de productiviteit. Ik laat u met deze boodschap. Ik denk dat u zelf de nodige gevolgen kunt trekken voor wat dat betekent in termen van de nodige structurele hervormingen van de economie, onder andere van de arbeidsmarkt. Alors, je passe au coût et prix selon le canevas habituel. Donc, on va d'abord parler un tout petit peu des prix et je me permets de le faire de manière, disons, séquentielle, donc dans l'ordre des choses. Et on commence avec les messages qu'on reçoit des entreprises. Donc, vous voyez le canal, je dirais, formel et le canal informel dans les slides. Donc, je parlais de nos enquêtes structurées, mensuelles, par exemple, pour la confiance des entreprises, mais je parle aussi des interviews, des entrevues qu'on avait dans le cadre de Business Echo. Et vous voyez quelques extraits à droite dans le slide. Je pense que l'image est fort cohérente. Donc, les entreprises nous disent, je dirais, by and large, que les pressions inflationnistes sont en train de devenir plus petites. Donc, apparemment, le pic est derrière nous. Et donc, ça doit normalement se traduire dans une moindre inflation dans les mois à venir. Dus uiteraard is dat het startpunt voor onze ramingen en ook hier wil ik het een beetje opbouwen in termen van onderliggende inflatie en dan gaan we naar wat u waarschijnlijk eigenlijk meer interesseert, namelijk de totale inflatie. Maar zoals Steven heeft gezegd, het concept van onderliggende inflatie is wel belangrijk, hè, omdat dat iets is waar economisten toch wel heel vaak naar kijken. Wat we bijkomend hebben gedaan hier op de linkergrafiek is die inflatie niet zoals gewoonlijk uitgedrukt in jaarcijfers. Enfin, het zijn wel jaarcijfers. Niet zoals gewoonlijk uitgedrukt in jaarcijfers, maar eerder in maand op maand groei. Dus wat u op de grafiek ziet, is hoe de prijzen zijn geëvolueerd, niet in vergelijking met een jaar eerder, maar in vergelijking met een maand eerder. Dat is een beetje een heikelijke onderneming, want u ziet daar vooral, en dat merkt u op de grafiek, u ziet daar vooral hoeveel volatiliteit er eigenlijk in die maandcijfers zit. Waardoor het natuurlijk ook moeilijker wordt om dat precies te ramen. Als u een beetje, en dat hangt trouwens alleen af van ja, sommige maanden, zijn er bepaalde belangrijke ondernemingen die de prijzen net dan aanpassen en dat leidt dan tot wat hogere cijfers. Als u een beetje door die volatiliteit heen probeert te kijken en te zien van ja, de pieken die we hebben worden gelijk stilletjes aan lager, de dalen die we hebben in de cijfers worden ook al wat hoger, maar al met al ziet u daar een soort dalende curve die zich begint duidelijk af te tekenen in de onderliggende inflatie. Maar die onderliggende inflatie, als je dat dan gaat uitdrukken in jaarcijfers, en ook dat heeft Steven al gezegd, blijft hardnekkig hoog, ook in België. Al denk ik dat België iets meer voorop loopt op het eurogebied dan andere landen. Maar u ziet daar dat we daar ook in 2023 naar cijfers gaan ja, die voor een centrale bankier natuurlijk heel oncomfortabel zijn. En dat we eigenlijk pas in 2024 en 2025 terugvallen tot iets dat meer in de buurt komt van het langjarig gemiddelde. U ziet dat we in 2025 uitkomen op 1,9. Het langjarig gemiddelde is ongeveer 1,5. Dus we zijn er zelfs nog niet helemaal op het einde van de periode. Nieuwe bouwsteen is als we dan die zogenaamde volatiele componenten toevoegen, namelijk de energieinflatie en de voedselinflatie. Dus dan kom je tot de totale inflatie. En dan verandert het beeld. Dus de groene blokjes, dat is eigenlijk de onderliggende inflatie van de vorige slide die ik hier repliceer of herneem. Maar u ziet dat het beeld totaal verandert van zodra je er energieinflatie aan toevoegt.
of ik moet eigenlijk zeggen, van aftrekt in de huidige periode, omdat die energieinflatie momenteel heel sterk neerwaarts of heel sterk naar beneden wordt getrokken door de enorme daling die we hebben gezien van de gasprijzen en dus ook van de elektriciteitsprijzen. U ziet dat in de rode blokjes voor 2023 die bijzonder negatief zijn. Dit is ons concept, tussen haakjes, en dat is de zogenaamde Harmonized Index of Consumer Prices, niet de nationale index, daar zijn de cijfers lichtjes anders, maar het patroon is wel hetzelfde. Maar die heel negatieve energieinflatie betekent dus voor alle duidelijkheid dat de energieprijzen vandaag superveel lager zijn dan de energieprijzen van een jaar geleden. En dat heeft alles te maken met het feit dat de Belgische inflatie veel gevoeliger is aan wat er op internationale markten gebeurt dan in andere landen. Het heeft ook te maken met de manier waarop we dat meten in het inflatieconcept, maar dat zou ons wat te ver leiden. Hoe dan ook, van zodra je er de energieinflatie dus aan toevoegt of van aftrekt zo je wil, dan kom je heel snel tot een heel sterk dalende curve voor de totaalinflatie. Ik zeg straks nog iets over dat derde bestanddeel daar, de voedingsinflatie, maar kijk alsjeblieft eerst even naar de totale inflatie, want dat beeld is toch wel spectaculair. Je ziet daar dat we komen van een gemiddelde inflatie van meer dan 10%, dus double-digit niveau, wat opnieuw in een centrale bank iets is dat men uiteraard niet wenst te zien. En met een piek zelfs van 13% in de herfst van 2022, naar, houd vasthouden en hopen dat onze projecties effectief correct zijn, naar iets dat gemiddeld dit jaar, al onder de 2% zal liggen. En als ik zeg gemiddeld, dan betekent dat dus dat er ook maanden gaan zijn dat de inflatie veel lager is dan 2%. En u ziet dat als u naar de zwarte curve kijkt, dat die eigenlijk voor een aantal maanden, het duurt niet zo lang, maar voor een aantal maanden negatief gaat worden. Dus dat betekent, en dat is toch wel opmerkelijk, dat het algemene prijspeil in die periode, ik denk dat we hier spreken over september, oktober, pin ons uiteraard niet vast op de heel specifieke maandinflatieramingen, maar in de herfst zal het inflatiepeil volgens deze ramingen, of het prijspeil, sorry, volgens deze ramingen eigenlijk lager liggen dan in de herfst van 2022. Dat is toch wel een heel spectaculaire evolutie. Ik had beloofd om u nog iets te zeggen over de voedselinflatie. Dat is dus dat zijn de niet bewerkte, maar ook de bewerkte levensmiddelen. Dus wat u op de markt of wat u in de warenhuizen koopt qua voeding. Ook daar hebben we heel sterke stijging gezien in de afgelopen maanden. Maar ook daar denken we, voor de mensen die het allemaal goed kunnen afmeten op de grafiek, ziet u dat die gele blokjes eigenlijk al een beetje kleiner aan het worden zijn. Dus de voedselinflatie lijkt ook over het hoogtepunt heen, al blijft die natuurlijk nog altijd ook in de jaarcijfers vrij hoog. Opnieuw in de jaarcijfers. Als je dat maand op maand gaat kijken, zijn de voedingsprijzen nu al aan het dalen. Voilà, wat moet ik nog meer zeggen over die slide? Wel in essentie twee zaken. Ik heb hier heel verhaal verteld om te zeggen dat de inflatie onder de 2% zakt eigenlijk al dit jaar. Maar u ziet daar het cijfer voor 2024 naast staan. En dat is dan weer plots meer dan 4%. Daar is een technische verklaring voor. Ik ga u niet al te veel lastigvallen met alle vervelende details, maar dat heeft alles te maken met het terugtrekken van de energiesteun door de overheid. Dus u herinnert zich bijvoorbeeld, ik geef maar het belangrijkste voorbeeld, het zogenaamde basispakket, waarbij we gedurende een aantal maanden ongeveer 200 euro kregen als korting op de energiefactuur. Wel, technisch gezien heeft dat het prijspeil van energie, van huishoudelijk gas en elektriciteitsverbruik, verlaagd in 2022 en 2023. Je zal zeggen, ja, maar dat is toch stopgezet in maart 2023. Dat klopt. Maar om het verhaal technisch nog ingewikkelder te maken, is het zo dat volgens de statistische regels dat eigenlijk over een hele periode van 12 maanden moet worden uitgespreid. Dus dat betekent eigenlijk dat effect uit de cijfers verdwijnt in 2024, waardoor het lijkt alsof, waardoor het ook zo is natuurlijk, dat energie dan weer duurder wordt. En dat heeft een tijdelijke opwaartse impact op de inflatie die hoog genoeg is om het opnieuw naar 4% te brengen. Wat u moet onthouden is dat een tijdelijk effect is. Als je naar 25 kijkt, zitten we weer netjes onder de 2%.
Het tweede wat ik daar nog wil over zeggen, is dat dat uiteraard heel voorwaardelijk is en dat die raming nog altijd omgeven wordt door heel grote onzekerheid. En de belangrijkste factor van onzekerheid kent u en dat is de internationale energieprijs en met name de gasprijs. En we zijn nu de laatste maanden misschien een beetje blasé geworden. In de zin van, ja, oké, de gasprijs is wat gestegen. Van op een gegeven moment was het 25 euro, is dan naar 30, 40. En ik denk, nu zitten we al weer dichter tegen de 50 euro gestegen. Ik denk dat er allemaal specifieke factoren spelen. De verminderde productie in Nederland bijvoorbeeld. Wat veranderingen in de LNG-toeleveringen enzovoort. Dus ik denk niet dat dat een teken is voor de toekomst. Dat die gasprijzen elk kwartaal met, weet ik veel, 50% opnieuw gaan stijgen. Voel ik mij verplicht om toch te zeggen dat onze ramingen uiteraard conditioneel zijn aan een bepaald profiel voor de internationale gasprijzen en energieprijzen in het algemeen. Dat we natuurlijk naar de futures daarvoor kijken, zoals gewoonlijk. En die futures, ja, die zoals we in het verleden hebben gezien, kunnen uiteraard verkeerd zijn. Natuurlijk zijn ze vaak verkeerd als er heel belangrijke externe schokken gebeuren, zoals de Russische inval in Oekraïne, de oorlog. Zoals het feit dat men in de zomer van 2022 dat alle Europese landen plots tegelijkertijd de gasreserves zijn beginnen aanvullen, waardoor de gasprijs op een gegeven moment 350 euro was. Dus ja, als dat soort schokken zich opnieuw voordoet, maar dat is dus niet het basisscenario, dan vrees ik dat misschien deze ramingen ook te laag zijn. Alors on passe, je vous donne aussi un update ou une actualisation, j'espère que la slide avance. Oui, une actualisation de l'handicap, comme on dit ça en Belgique, avec un mot très laid, l'handicap salarial. Là aussi, pas grand-chose a changé en fait, donc on constate une augmentation très importante des coûts salariaux horaires en 2022, qui va encore s'accélérer en 2023, mais puis restera plus modéré en 2024 et 2025. C'est l'image que vous connaissez, ou qui était aussi là dans nos projections de décembre. Deuxième constat pour le graphique à gauche, à quelques pourcentages près, c'est pratiquement uniquement l'indexation. Donc les coûts salariaux horaires augmentent à cause de l'indexation. Donc de nouveau, on suppose qu'il n'y a pas d'augmentation réelle ou d'augmentation conventionnelle à cause de la norme salariale. Donc on suppose qu'il n'y aura pas de marge pour des augmentations réelles en 2024 et 2025. Le petit écart que vous voyez entre la ligne et les flûtes qui mesurent l'indexation, c'est simplement ce qu'on appelle le wage drift, c'est les autres facteurs, les changements dans la composition de l'emploi, etc. Mais vous voyez que c'est vraiment très minimal. Qu'est-ce que ça signifie pour notre compétitivité, coût, concurrentiekracht, zoals men dat dan noemt? Wel, ook daar is het beeld niet noemenswaardig veranderd. Dus op 2 jaar tijd verliezen we heel opmerkelijk bijna 5% concurrentiekracht, omdat onze lonen door de automatische indexering veel krachtiger toenemen dan in de buurlanden. U ziet ook dat wat wordt gecompenseerd in 2024 en 2025, om de heel eenvoudige reden dat daar de lonen in België wat meer worden beperkt, terwijl die in de buurlanden nog altijd hoog blijven. En daar duurt het iets langer vooraleer de lonen stijgen, omdat daar niet in de meeste landen toch dat automatische indexeringsprincipe geldt. Maar u ziet, als je de 4 jaar samen neemt, en vandaar hebben we ze op grafiek gezet, dat er ondanks die compensatie nog altijd een verslechtering is van meer dan 2,5% van onze concurrentiekracht, wat opnieuw toch wel opmerkelijk is. Mijn laatste slide dan, vooral ik het woord teruggeef aan de vice-gouverneur voor de meer moeilijke boodschappen qua overheidsfinanciën. Ik geef jullie ook een update van de winstmarges van de ondernemingen. Ik heb altijd een beetje schrik om deze grafiek te tonen, omdat men er absoluut niet mag van uitgaan dat de werkelijke de bedrijfseconomische situatie van een gemiddelde onderneming weerspiegelt. Dat is onze indicator, de gemiddelde margevoet in macro-economische termen. Uiteraard, als je naar de echte winst van een onderneming gaat kijken, moet je daar afschrijvingen, belastingen enzovoort van aftellen. En de realiteit is uiteraard niet zo dat alle ondernemingen
ondernemingen een winstmarge van 45% hebben of zo. Tweede opmerking is dat dat een macro-economisch gemiddelde is. En we hebben heel wat, de bank heeft heel wat analysewerk geproduceerd de afgelopen maanden, dat eigenlijk aantoont dat dat gemiddelde vaak wordt gedreven door een kleine groep top performance. Dus de echte grote ondernemingen, de sterk exportgerichte bedrijven enzovoort. Vaak is dat de 1% grootste ondernemingen die eigenlijk een heel grote impact hebben op die gemiddelde macro-economische winstmarge. Dus wat ik wil zeggen is dat voor een mediaan onderneming, de kleine KMO, de kruidenier om de hoek enzovoort, misschien iets wat minder rooskleurig is. Nu, nadat ik dat allemaal, al die caveats heb gezegd, wil ik toch jullie aandacht vragen voor het verloop met alle beperkingen van die, voor die macro-economische margevoet. En u ziet dat dat vanaf 2022 eigenlijk al begint te dalen. Wat in lijn is met de projecties die we hebben gemaakt, onder meer in december. Dus we hebben altijd gezegd dat een deel van de sterke kostenstijging, de loonkosten, maar ook de andere kosten, zou opgevangen worden in de marges. En u ziet dat dat aan het gebeuren is, dat die margevoet eigenlijk in 2022 al is teruggevallen. En dat brengt mij bij mijn laatste topic. Er wordt veel over graaiflatie en zo gesproken in de media en op social media vooral. Wel, als je graaiflatie gaat definiëren als zijnde de bijdrage van de ondernemingen aan de inflatie in België, dan is de conclusie heel duidelijk. Er is absoluut geen graaiflatie geweest in België, omdat de winstmarges eigenlijk vanaf 2022 al zijn gedaald. Dus je kan niet zeggen dat stijgende winstmarges hebben bijgedragen aan de hoge inflatie. Niet in 2022 in elk geval. Met deze boodschap, en dus ik wijs nog even op dat die daling van de winstmarges zich zal voortzetten en dat we op het einde van de projectieperiode teruggaan naar iets dat dichter bij het langjarig gemiddelde ligt. Met deze boodschap geef ik het woord terug aan de vice-gouverneur. Ja, nog een woord over de openbare financiën en een paar conclusies. In ieder geval zegt men vaak geen nieuws, goed nieuws. Maar dat geldt eigenlijk minder voor wanneer het gaat over de overheidsfinanciën. We zitten een beetje met een situatie van geen nieuws, slecht nieuws. In zoverre dat we moeten vaststellen dat voor wat de overheidsfinanciën betreft wij een begrotingstekort hebben dat nog altijd toeneemt in 2023 en gaat naar een niveau van 4,7%. En dat ondanks het feit dat 2023 gekenmerkt wordt door enerzijds het stopzetten van de coronamaatregelen of de impact van die coronamaatregelen en anderzijds het feit dat de netto-kost van alles wat de regering terecht heeft ondernomen met betrekking tot de Oekraïne-crisis en ook uiteraard een aantal maatregelen met betrekking tot het vechten tegen de energieprijzen, dat de netto-kost daarvan daalt. Misschien even herinneren dat de netto-kost die daalt, dat is niet eerst en vooral een kwestie van dat er geen maatregelen meer zouden genomen worden, maar dat de financiering ervan beter en sterker is. Maar goed, ondanks dus het feit dat zowel corona wegvalt als, laten we zeggen, de impact van de energiemaatregelen en de Oekraïne-gerelateerde maatregelen, dat die minder wegen op het tekort, ondanks dat zitten we toch nog altijd met een situatie waarbij het tekort toeneemt. En waarom is dat dan toch nog altijd slechter? Ja, iedereen denk ik bedenkt meteen het eerste aspect. Het feit dat de rente stijgt heeft hoe dan ook een zekere impact. We schatten dat op 0,2% van het BBP. Daarnaast zijn er natuurlijk de gestage elementen. De vergrijzing kost gewoon jaar na jaar gestaag meer. Er zijn ook hogere uitkeringen. Er zijn ook een aantal relanceplannen geweest in de gewesten.
En we zitten dus met alles tezamen behoorlijk wat meer lopende uitgaven. Maar ook de overheidsinvesteringen nemen toe. Je kunt denken aan defensie, je kunt denken aan een aantal infrastructuurwerken. En ook de typische cyclus van de gemeenteraadsverkiezingen, die maakt dat de lokale investeringen ook wat gaan toenemen. Dan, en dat heeft Geert eigenlijk al wat aangehaald, je zit je met gans het spel van de belastingschalen en hun indexering, die toch ook een bepaald effect op de ontvangsten hebben gehad. Dat alles zorgt er dus voor dat we in 2023 met een tekort van 4,7% zitten. Dat gaat lichtjes dalen het jaar erop, maar je ziet in 2025 komen we terug op die 4,7%. En je mag dat dus eigenlijk ongeveer beschouwen als datgene wat structureel wij tekort komen. Dat heeft voor gevolg, en je ziet aan de rechterkant van de slide, dat de schuldgraad eigenlijk toch wel hardnekkig hoog blijft. Het feit dat die schuldgraad wat daalt in het kader van de eerste jaren die je daar ziet, mag je niet bedriegen. Dat heeft natuurlijk grotendeels te maken met het gunstig noemereffect. Het feit dat de nominale BBP-groei, dus met andere woorden de BBP-groei die mee rekening houdt met de inflatie, dat die een behoorlijke stijging kent, die maakt dat het iets makkelijker is om een gigantische overheidsschuld toch nog altijd uitgedrukt in een BBP te zien lichtjes dalen. Maar laten we zeggen, cijfers flink boven de 100% zijn uiteraard veel te hoog. En hoe dan ook, in termen van lange termijn ontwikkeling, ziet het er eerder uit dat wanneer men niets onderneemt, men gemakkelijk 2% toename van de overheidsschuld uitgedrukt in een percent van het BBP gaat ondervinden in de komende jaren. Dat is het gevolg natuurlijk, zoals altijd, van uitgaven en ontvangsten. Ik ga er niet al te lang bij blijven stilstaan. Mais il faut savoir que les dépenses publiques augmenteraient pour atteindre 55,1% du PIB à la fin de l'horizon de projection, donc à la fin de 2025. C'est donc dû notamment à cause de ce que je viens d'évoquer quand j'expliquais l'an 2023, c'est-à-dire les charges d'intérêt qui commencent quand même à peser de 1,5% de charges, 1,5% du PIB de charges en 2022. Ces charges d'intérêt passeraient à 2,2% du PIB, c'est-à-dire une augmentation de l'ordre de 0,2% par an. À côté des dépenses primaires qui, eux, connaissent plutôt, après une augmentation jusqu'à 53% du PIB, vous le voyez dans les deux dernières années de ce slide en bleu, qui stagnerait, mais stagner à un niveau de 53% du PIB est bien sûr encore trop élevé. À droite, vous voyez ce qui se passe au niveau des impôts directs, que ce soit les impôts des personnes physiques ou les impôts des sociétés, ils diminueraient en 2023. C'est aussi essentiellement dû à ce jeu qui vient d'être expliqué en long et en large par Geert quand il parlait des échelles de belastingschalen. Mais bon, il n'y a pas de miracle. Dépenses, recettes, le solde fait que nous nous trouvons malheureusement cette année-ci et depuis quelque temps, nous ne nous trouvons vraiment pas dans la partie la plus attrayante du peloton européen quand il s'agit de regarder notre déficit. We hebben eigenlijk het hoogste begrotingstekort van de eurozone als je eventjes Slowakije niet in rekening neemt. En dat in een situatie waarbij de rest van de eurozone gemiddeld vanaf 2024 onder de fameuze grens van de 3% zal dalen. En ik trek uw aandacht niet alleen op het feit dat ons klassement, dat we daar helemaal aan de linkerkant van de tabel staan, dat is natuurlijk al niet fijn, maar ik trek vooral uw aandacht op het feit dat u de blauwen met elkaar moet vergelijken. Donkerblauw is 2023, lichtblauw is 2024. En u ziet toch eigenlijk dat het merendeel van de landen een donkerblauwe balk hebben die wat dieper zit dan de lichtblauwe. Met andere woorden, dat er een verbetering optreedt in de loop van de tijd. Dat is niet het geval in België. En dus we blijven daar een beetje ter plaatse trappelen. Aan dat tempo duurt het niet lang voor we werkelijk de rode lantaarn zouden overnemen.
Er zijn dus met andere woorden, dat is een, in alle duidelijkheid een boodschap van de Nationale Bank, er is een consolidatie, er is een stuk sanering noodzakelijk. Niet omdat men paniek wil zaaien. Er is op dit ogenblik, dankzij de fameuze duratie van die overheidsschuld, nog wel wat tijd om in te grijpen. De 0,2% toenemende last via de interestlasten, dat is ernstig, maar dat is nog niet van aard om te zeggen van nu werkt het niet meer. Dus wij wensen geen paniek te zaaien, maar het is duidelijk dat als men niet ingrijpt, dat men niet klaar zal zijn voor een eventuele volgende crisis. Vooral ook omdat zich dat combineert, en ik kom aan mijn laatste slide toe, waarin we een aantal conclusies op een rij willen zetten, omdat we naast dat begrotingstekort, en ik ga meteen naar het rode vlagje lopen, want u kunt de rest wel lezen, omdat we naast dat begrotingstekort tegelijkertijd ook geconfronteerd zijn als Belgische economie met een tekort op de lopende balans. En met andere woorden, met een situatie waarbij de competitiviteit, Geert heeft dat daarnet ook uitvoerig en goed toegelicht, onze competitiviteit toch wel te lijden riskeert te krijgen in de komende jaren. En een combinatie van een tekort op de lopende rekening met zo'n belangrijk begrotingstekort is wel degelijk iets waarvoor de bank moet waarschuwen en moet zeggen van daar is ingrijpen nodig. Dat ingrijpen kan zowel budgetair, maar is in vele gevallen ook op het niveau van de structurele hervormingen op zijn plaats. We hebben eigenlijk al gewezen op het feit dat het recente verleden geen echte zware recessie of crisis heeft veroorzaakt, met eigenlijk een verrassend sterke arbeidsmarkt. Maar dat alles kan niet wegsteken dat bijvoorbeeld de Belgische economie gekarakteriseerd is door een enorm hoog aandeel van inactieven, mensen die zich niet aanbieden op de arbeidsmarkt. Als daar geen structurele hervormingen komen om mensen, talenten, meer aan te moedigen om te participeren aan die arbeidsmarkt, dan gaan onze werkgevers meer en meer met contraintes geconfronteerd worden, naast het feit dat ze geconfronteerd zijn met de problemen die Geert al uitvoerig heeft geschetst. Typisch nemen wij de tijd om op de laatste slide eventjes de kerncijfers nog eens te tonen. Ik ga die niet allemaal toelichten. Ik wil u gewoon nog even uitleggen dat als wij heel ontraditioneel misschien voor de Nationale Bank een vraagtekentje durven te zetten bij een aantal cijfers, dan is dat niet omdat we aan het twijfelen aan onszelf slaan, maar omdat we toch echt willen wijzen op het feit dat in bijzonder de inflatieverwachtingen gepaard gaan met bijzonder veel onzekerheid. Dat heb ik daarnet ook al kunnen toelichten.